Oh, hij heeft het zwaar. Hij ligt met zijn handjes op het stuur. Hij zet zelfs zijn bonus in. Tijdens de aero bonus. Kijk eens, lieve, ik zie een aero zitten en ik zie een aero bonus inzetten. Maar hij moet nu sprinten. Komt hij erbij? Zwift is eigenlijk een virtueel wielrenplatform waarbij mensen online alleen of tegen elkaar kunnen rijden, kunnen trainen, wedstrijden kunnen rijden, events kunnen doen, groepsritten kunnen doen. Vanuit hun garage, woonkamer, schuur of wat dan ook. Of een studio. Of een studio, absoluut. De Dordtse broers Witte en Lieve Antonissen hebben tijdens de coronacrisis in korte tijd een hele nieuwe competitie in het wielrennen opgezet. Virtuele wedstrijden op Zwift, waaraan club- en continentale renners en zelfs een paar profs wekelijks meedoen. Live te volgen op het door de broers opgezette Facebookkanaal eRacing TV. Wat Witte en Lieve een paar weken geleden nog op hun zolderkamer deden, gebeurt nu in een heuse studio in Dordrecht, waar drie renners live voor de camera's zich in het zweet rijden. Dat denk ik keihard. De eerste grote race die we hebben gedaan was het Open NK. En toen zagen we eigenlijk al wel gelijk van, oké, we zijn niet de enige die het tof vinden. Hier is echt behoefte aan. Ja. Naast het organiseren van de wedstrijden in samenwerking met SwiftNL Community en de uitzendingen op hun eigen kanaal, verzorgen Witte en Lieve Antonissen ook zelf het commentaar bij de virtuele races. Ja, welkom allemaal. Welkom bij deze mooie wedstrijd. En Joram, heel erg bedankt voor je commentaar. En iedereen heel veel succes. Ik heb tijdens de koers altijd het commentaar opstaan. Dat loopt iets achter, hè? Maar dan heb je toch nog een soort van inside info van renners die eraf gereden worden. Want dan heb je gewoon tijdens de koers geen tijd voor om op te letten. Dus het is zeker leuk om te volgen en het commentaar is ook gewoon super goed en sluit mooi aan op de koers en is gewoon fijn om naar te luisteren ook. Ja, we proberen natuurlijk zo objectief als mogelijk commentaar te geven, maar ik heb eventjes de uitslagen van Jonge Neel erbij gepakt. Die is vaker geschrapt dan Lance Armstrong, liever. Die is uit elke race waar die gestart is, die geschrapt op Zwift en het waren een hoop. Ja. We hebben eigenlijk gezegd in het begin, oké, wat we ook doen, waar we ook heen gaan, enthousiasme en plezier is hetgeen wat we altijd willen behouden en uitstralen. En dan moet je eigenlijk dicht blijven bij waar je bent begonnen. Dus dat willen we wel zo lang mogelijk vasthouden eigenlijk. Ja. Dat plezier en commentaar. In ieder geval voor mij. Ja, hetzelfde. Lieven, ik zie hier renners die zijn aan het vechten. Loco inderdaad, T. Loco. Ja, ik had het nog niet gezien, want ik was zo druk bezig. En dan zie je ook Kets van der Vries, en Gerrits. En zit erbij ook Museeuw zit hier in dat groepje. Zo, het wordt heftig voor mij. Ik ga ook Loco, Lieven. Ik zat toevallig, ik denk een van de eerste koersen die de broers Antonissen deden, het Open NK, zat ik op Facebook te kijken. Hè? En toen dacht ik van, ja, dat is eigenlijk best wel grappig. En zo ben ik ook een beetje gaan koersen op Zwift en in deze competitie terechtgekomen. En eigenlijk als je ziet van hoe iets kleins van thuis een uitzending maken is uitgegroeid tot nu al een hele studio, is echt wel mooi om te zien. En het is toch wel echt een prestatie van die jongens. Ik denk 6, 7, 8 weken geleden is het idee ontstaan en is het bedacht. En ja, dat dit uiteindelijk zou uitgroeien naar een event zoals dit, ja, dat is gewoon geweldig. En ja, het enthousiasme en de belangstelling hiervoor, dat is ja, dat buiten verwachting. Al enkele jaren worden apps als Zwift en BeCool door fanatieke wielrenners gebruikt om met name in de koude en natte wintermaanden binnen hun conditie op peil te houden. Maar door de pandemie en de vele beperkende maatregelen wereldwijd om buiten te trainen, heeft het virtuele wielrennen een flinke spurt gemaakt. Er zijn op dit moment geen wedstrijden, geen races. Dus je ziet dat heel veel mensen een stukje competitie zoeken en dat ze dat dus online zoeken. Ja, kijk alleen maar naar e-sports. Het is gewoon een heel grote discipline. En ik verwacht ook dat als het een wegseizoen is, dat het iets minder druk zou zijn. Maar vooral in de winter zie ik dit echt wel als misschien wel een discipline naast wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken. Ja, ik denk dat de top nog niet in beeld is eigenlijk zelfs. Ik denk inderdaad dat het gewoon een volwaardige tak van de wielersport wordt. Misschien wel gewoon met een WK waar de winnaar ook gehuldigd zou worden met de wereldkampioenstrui. Maar dat heeft tijd nodig.
nek aan nek race, nek aan nek. Van Dalen en Voes, Van Dalen en Voes. We gaan naar voren. Gaat hij het bekonen met een etappezege? Gaat hij het bekonen met een etappezege? Hij wordt hier geklopt. Hij wordt hier geklopt door Keegmeijer. En komt er nog een renner overheen. Lieven, Hoppenzak ook volgens mij. Maar Voes. Oh, maar ik denk Voets 5, laten we live gaan naar de studio. Ja, ik denk dat het wel zich wel kan ontwikkelen tot een aparte discipline. Wegrenners die proberen het wel eens te vergelijken met wegwielrennen, maar dat is sowieso niet te doen, heb ik de afgelopen weken wel gemerkt. Het is echt een discipline op zich met hele andere tactieken en andere manieren van fietsen. Maar het is zeker wel leuk om te doen en als je het langzaam een beetje doorkrijgt, dan is het ook leuk om vooraan mee te kunnen fietsen. Maar is het ook een kijksport? Absoluut. Ik wou eigenlijk zeggen misschien wel meer dan wielrennen, maar dan doe ik het wielrennen misschien te kort. Het racen op Zwift is vrij kort, duurt een uurtje, gebeurt continu wat. De renners moeten eigenlijk continu trappen, kunnen hun benen nauwelijks stilhouden, er is altijd actie. Dus ik denk dat het een ideale kijksport is, ja, voor mensen die ja, misschien niet 3-4 uur lang voor de tv willen zitten en een normale koers willen kijken, maar gewoon een uurtje veel spanning willen zien. Ja, ideaal.